Ja, van harte welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Voor de afsluiting van de week voor de dijkwerkers. Ja, afgelopen maandag zijn we begonnen met de talkshow. Dijkwerkers pakken door. En dinsdag en woensdag hebben jullie gebruik kunnen maken van prachtig mooie workshops. Ja, en vandaag dus de afsluiting. En dat doen wij hier in Hoorn, in de Schouwburg Het Park. En achter mij dan zien jullie ook het prachtige uitzicht op de Markermeerdijken. Een project van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ja, en de Alliantie heeft de opdracht gekregen om hier 33 kilometer dijk te gaan versterken tussen Hoorn en Amsterdam. En het ziet er nu rustig uit, alhoewel er af en toe nog een beetje heen en weer wordt gereden. Maar de afgelopen anderhalf jaar is hier ontzettend hard gewerkt. Er is op bijna 3 miljoen kuub zand opgespoten. En dat kun je een beetje vergelijken met een volle Johan Cruijff Arena. Dus daar kunnen we ons misschien wel iets bij voorstellen. En alle werkzaamheden zijn nagenoeg vanaf het water gepleegd. Dus met zo min mogelijk overlast eigenlijk voor de omgeving. Ja, en op dit moment moet het zand inklinken. Dus wordt er eigenlijk niet op gelopen of worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Maar over een jaar wordt de oeverdijk afgemaakt. En in 2023 zal hier dan ook een prachtig mooi stadsstrand in gebruik kunnen worden genomen. Ja, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar. Dat willen we heel graag laten zien in een kort filmpje wat we nu gaan tonen. Ja, prachtig filmpje. Ja, er rijdt nu een vrachtwagen voorbij. Ja. We zwaaien even, want wellicht dat jullie ons niet goed kunnen verstaan. Maar ik sta hier met Erik Wagener. Erik, van harte welkom. Dank Jij bent directeur van het programma directie van, van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ja, we hebben een prachtig week achter de rug. We zijn nu op de laatste dag aanbeland van de Week voor de Dijkwerkers. Ja, hoe kijk jij terug op deze week? Ik ben heel blij, heel tevreden. Ook heel trots op hoe dat gegaan is. En we willen natuurlijk elkaar zien in zo'n mooie evenementenhal met een dijkwerkers. Dag, maar dat zat er gewoon niet in. En ik denk dat we op deze manier toch diezelfde sfeer hebben kunnen vinden. De workshops zijn goed bezocht. Er is heel actief meegedaan. Veel interactie. We hebben eigenlijk ook wel geleerd van de online participatie van het afgelopen jaar. Dat hebben we ook in de Dijkwerkersweek, zeg maar, volop gebruikt. Dus ja. Nou, zeer geslaagd. Heel goed. Een beetje practice what you preach. Dus ja. Eigenlijk ook, hè, als het gaat om die online participatie. Nee, we hebben hier natuurlijk een fantastisch uitzicht. Af en toe wordt er nog wat heen en weer gereden. Ja, er wordt hard gewerkt hier. Dus er wordt nog steeds gewerkt. Maar als we toch nog even terugblikken, hè, op de afgelopen weken. Je zei het al, de workshops. Heb jij zelf nog nieuwe inzichten gekregen? Ja, nou, er zijn ontzettend veel mooie dingen naar boven gekomen. En één belangrijk ding wil ik er wel graag even uitlichten. In veel workshops is er ingegaan op de vele ambities die aan het HWP worden gekoppeld. Hè. Een dijkversterkingsproject staat natuurlijk nooit op zichzelf. Hè, daar zijn ook uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, innovatie. Hè. Een hele belangrijke ambitie van het HWBP. En wat er in veel workshops naar voren kwam, is dat je om dat soort ambities verder te brengen en goed te combineren met het HWP, heb je ook echt een bestuurlijk commitment nodig. Hè. Dat de bestuurders daar hun schouders, als het ware, onder zetten. Om dat verder in zo'n project succesvol uit te rollen. Nou, dat vond ik een heel belangrijk accent. Dat gebeurt overigens al, hoor. Ja. Maar dat is wel echt iets wat we veel hebben gehoord. Veel hebben gehoord. En misschien zou het nog wel versterkt kunnen worden. Daar gaan we in ieder geval over doorpraten, hè? Want we gaan ook weer van start met een talkshow. Je hebt een aantal mooie gasten uitgenodigd waarmee Zeker. Ik in gesprek ga. Ja, en één gast die helaas niet live aanwezig kon zijn is Annemieke Nijhoff, directeur van Deltares. Zij zit niet aan tafel, maar zij heeft wel de moeite genomen om vanaf haar vakantiebestemming in Terschelling 3 vlogs op te nemen. En aan de hand van haar vlogs gaan wij ook verder in gesprek over de onderwerpen die zij adresseert. Dus stel voor dat we naar de eerste vlog gaan kijken van Annemieke. Dit is mijn lievelingsdijk, de Waddenzeedijk op Terschelling.
Mensen die mij kennen weten dat ik hier al vanaf mijn vroege jeugd kom en geen jaar oversla. En in die periode dat ik hier elk jaar kom, heb ik deze dijk zien veranderen. En waar ik vooral ontzettend blij mee ben, is dat er aan deze kant een fietspad is gekomen, zodat je de ultieme beleving van de Waddenzee hier kunt meemaken. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een belangrijk samenwerkingsprogramma om Nederland veilig te houden en te maken tegen overstromingen. En we mogen nooit het hogere doel vergeten, namelijk zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk alle primaire keringen van Nederland op sterk te brengen. En de vraag die ik jullie mee wil geven is, hebben we daar genoeg aandacht voor? Gaan we het steeds meer en steeds complexer projecten maken, waardoor het alsmaar langer duurt en de totale veiligheid van Nederland veel te lang op zich laat wachten? Ja, Annemieke, dankjewel. Ja, hebben we voldoende aandacht voor de primaire waterveiligheid eigenlijk in Nederland, hè? De primaire waterkeringen. Daarover ga ik verder in gesprek, maar ik ga eerst mijn tafelgasten aan jullie thuis voorstellen. Hetty Klavers, van harte welkom. Jij bent dijkgraaf bij het waterschap Zuiderzeeland. En daarnaast ook voorzitter van het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Fijn dat je er bent, want we hebben je natuurlijk op maandag in het filmpje gezien. Ja. Waarin je de mensen welkom hebt geheten. Maar leuk dat je nu live aanwezig bent. Ja, tegenover jou, Henrike Branderhorst. Ook van harte welkom. Je bent algemeen directeur bij de Touwgroep. Een adviesbureau, hè, op het gebied van milieu en de fysieke leefomgeving. En op jullie website staat inderdaad, jullie creëren impactvolle oplossingen voor een vitale leefomgeving. Ja, dat klopt, hè? Dat klopt. Ja, ja. Fijn, ook van harte welkom. Jaap van der Welen, jij bent algemeen directeur bij De Vries en Van der Wiel. Jullie zijn een aannemingsbedrijf, met name gericht op waterbouw, milieutechniek en zandexploitatie. En jullie werken ook aan een aantal mooie dijkversterkingsprojecten, hè? Ja, absoluut. Welke zijn dat? Gorinchem-Waardenburg, het alliantiecontract en Sterke Lekdijk, een innovatiepartnerschap. Hartstikke goed. Nou, gaan we ook vast wel meer over horen. Absoluut. Het komende uur. En natuurlijk Erik, ook van harte welkom. De directeur van het programma, van de programmadirectie. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Hetty, laat ik met jou beginnen. Hè? Want we hoorden Annemieke in het filmpje eigenlijk al aangeven. Hè? Haar vraag eigenlijk aan deze tafel. Is er wel voldoende aandacht ook voor die waterveiligheid? Of maken we het soms niet misschien wel onnodig complex? Herken jij dat wat zij zegt? Ja, ik herken wat zij zegt. Ik herken ook de complexiteit. Ik begrijp ook wel min of meer haar verzuchting en ook haar oog voor de snelheid, hè, want die hebben we ook echt nodig. Tegelijkertijd ontkennen van de complexiteit kan denk ik niet. Hè, want als je kijkt naar de opgave waarvoor we staan, dan is die technisch complex. Al is het maar omdat we veel beter weten wat er in een dijk gebeurt. Het is ruimtelijk complex. Kijk maar hier achter je. Bij deze versterking zit je midden in het hart van Hoorn. Het is veel complexer geworden maatschappelijk. We hebben ook nog de klimaatverandering waar we op moeten anticiperen. Dus het ontkennen van die complexiteit denk ik dat niet verstandig is. Tegelijkertijd het onnodig complex maken is wel het laatste wat we moeten doen. En daar hebben we soms wel een handje van. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we allemaal niet kunnen met modellen. Ja, dan verlang ik ook wel eens terug naar vuistregels. Dus misschien moeten we ook af en toe weer durven om te kijken naar iets versimpelen zonder verlies van kennis. En het andere, en dat is volgens mij ook heel erg teruggekomen in de workshops, is dat ook bijvoorbeeld nu veel meer oog hebben voor duurzaamheid. Net zoals we bijvoorbeeld 20 jaar veel meer oog kregen voor natuur. Ja, en dan is het onnodig complex maken dat je pas in een laat stadium in je project denkt, oh jee, natuur, oh jee, duurzaamheid, dat moet er ook nog even bij. Terwijl als je aan het begin die puzzel gaat leggen met alle aspecten erbij, is het dan misschien wat complexer. Maar als je dat allemaal goed gedaan hebt, dan gaat het treintje wel lopen. Ja, maar dan zeg je eigenlijk, je moet dus al veel eerder nadenken over een aantal aspecten die je mee moet nemen, waaronder duurzaamheid. Henrike, is dat herkenbaar ook? Adviseren jullie ook op die manier eigenlijk, zoals Hetty dat schetst? Jazeker. Eigenlijk zie je wat een aantal jaren, of best wel wat jaren geleden, met ruimtelijke kwaliteit al gebeurde in projecten zoals Ruimte voor de Rivier. Dat je vanaf het begin af aan al ruimtelijke kwaliteit meeneemt. Dat gaat nu ook steeds meer gebeuren met duurzaamheid en circulariteit. En we zijn nog best wel aan het oefenen met elkaar om dat meteen vanaf het begin mee te nemen. En niet te denken het meest duurzame alternatief. Maar als je duurzaamheid meeneemt, hoe zou dat dan kunnen? Of ja, als eigenlijk als startmoment al. Ja, als startpunt. En waarom is het zo lastig om dat in het begin eigenlijk al meteen op de agenda te zetten? Nou, ik denk dat we daar dat nog veel gezien wordt als add-on. Hè? Want het zou mooi zijn als het ook duurzaam is.
En tegelijkertijd zien we de vragen vanuit de opdrachtgevers ook al snel veranderen. In van nou, het moet duurzamer, CO2-footprint omlaag. Dus daar zit al heel veel circulariteitsvraagstuk al in. En dat we nu met elkaar aan het leren zijn. Oké, als dat de vraag is, hoe ga je dat aan het begin al, net als de technische randvoorwaarden, meenemen in je team? Dus zo dicht mogelijk op je kernteam van het project, je projectteam organiseren. Ja, ja. Want Annemiek zei wel, hè, van, is er wel voldoende aandacht ook voor de waterveiligheid? Heeft ze daarbij een punt? Vergeten we soms wel eens de waterveiligheid ten koste van die complexe omgeving, wat er allemaal nodig is om daar ook het commitment goed te krijgen? Ja, ik denk wel dat we zouden moeten kunnen kijken hoe we versnellen. He, want natuurlijk, het is complex en we horen dat Hetty en Henrik ook zeggen. We zien ook dat de maatschappelijke thema's eigenlijk een integraal onderdeel uitmaken van wat we al een gebiedsontwikkeling noemen, het verhogen van een dijk. Maar dat wil niet zeggen dat we er moeten gaan zitten wachten. Want gisteren hebben we ook gezien dat Peter Glas een warm pleidooi heeft gehouden om nu al in actie te gaan komen om te zorgen dat we in 2050 droge voeten houden. Hey, hoe overleven we in de delta? En dat is essentieel. Dus we zullen met elkaar in gesprek moeten hoe we die versnelling kunnen doen. En ik heb daar zelf wel beelden bij. Eigenlijk is het een ruimtelijke ordening opgave. Waar we heel goed naar moeten kijken. En hele duidelijke keuzes zullen moeten gaan maken in Nederland. Van waar geven we nou de prioriteit aan? Ja, want willen we soms te veel dan? Ik denk even aan al die meekoppelkansen. Is het soms ook dat die dijkversterking dan ook de oplossing moet zijn voor heel veel andere problemen? Nee, ik denk dat de meekoppelkansen, dat is op zich zijn dat goede initiatieven. Maar je moet wel goed kijken naar de haalbaarheid ervan. Het mag in mijn optiek nooit vertragend of belemmerend ergens werken. Maar gebeurt het af en toe wel? Dat kan voorkomen, ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, Hetty, ook in jouw rol als dijkgraaf, dat het soms ook best lastig is om al die wensen dan ook te integreren bij zo'n dijkversterkingsoperatie. Ja, maar het gevaarlijkste is als je één van de doelen die we hebben met het hoogwaterbeschermingsprogramma centraal gaat stellen. Als je alleen maar gaat zeggen, het moet voor dit geld. Of alleen maar gaat zeggen, het moet binnen deze tijd. Of alleen maar gaat zeggen, het gaat om deze normen. Het gaat erom dat je dat samenspel goed doet. En wij hebben natuurlijk wel haast als waterveiligheidsmensen. Tegelijkertijd verlies je volgens mij volstrekt het draagvlak als je, nou ja, de bulldozers al besteld hebt voordat je goed hebt verteld in de omgeving waar je aan de slag gaat wat je gaat doen. En ook goed hebt gekeken hoe je eventueel er meer van kan maken. En ik vind ook echt dat de overheden gezamenlijk daar een verantwoordelijkheid hebben om die bruggen naar elkaar te bouwen. En om ook echt heel goed te zoeken naar of je geen kansen mist. Dus ja, dan is er wel een bepaald moment waarop je zegt, nou kan de waterveiligheid niet meer wachten. Maar het moet ook niet zo zijn dat waterveiligheid excuus is om vooral niet mee te koppelen. Dus ja, ik vind echt dat je daartussenin moet gaan staan. En we moeten ons met z'n allen ook realiseren dat we ook binnen een democratie werken. Dus op een gegeven moment, we werken met publieke middelen. We moeten allemaal weer terug naar bijvoorbeeld wij, naar onze algemene besturen. En dan is het wel de meeste stemmen gelden. Ja. Ja. Maar dus ik wil daar iets aan toevoegen. Het is ook belangrijk hoe je dat spel dus speelt. Hè? Hoe je zo'n project ook aanpakt. Hoe geef je dat praktisch vorm? Al die belangen bij elkaar brengen zonder snelheid te verliezen. En dat is ook iets wat we binnen het HWP ook met elkaar aan het leren zijn. Waar we ook in uitwisselen. En waar we ook nieuwe ervaringen mee opdoen. Wat we nu al zien is dat het sowieso helpt om voordat je gaat hollen in zo'n project ook echt goed de tijd te nemen, rustig de tijd te nemen om te kijken wat er allemaal speelt. Zeg je rustig, Erik. Ja. Is die ruster? Nou, die rust die kun je creëren. Je kunt in het HWP hebben we pre-verkenningen, we hebben een trajectaanpak. Er zijn allerlei geaccepteerde instrumenten en methoden om die rust te zoeken aan het begin van het project. Want daar heb je later ontzettend veel lol van. Ja, dan kan ik me ook al voorstellen dat jij noemde eigenlijk al in het begin, hè, bij de aftrap dat bestuurlijk commitment, dat ook heel erg belangrijk is. Zou het ook nog kunnen zijn dat we soms ook een beetje te weinig risico's durven nemen en dat we daardoor ook maar blijven polderen en te complex maken om maar die beslissing uit te stellen? Zeker, maar wat je ook ziet is natuurlijk dat het zijn aan zich risicovolle projecten. Het zijn grote infrastructuurprojecten, daar kleven altijd risico's aan, daar weet Jaap alles van. Dus dat zou ook nog wel eens op dezelfde manier ervoor kunnen zorgen dat je dit misschien te smal wil invullen. Hè? Juist vanwege het afbakenen van die risico's. Ja. Maar goed, ik wil even toch nog terug naar de feedback van Annemiek. Hè. Zij zegt van we maken het soms ook het onnodig complex. Of het gevaar in ieder geval is dat we het complex maken. Rick, ik zie jou heel erg knikken. Heb je het idee dat het soms ook gebruikt wordt?
wordt om de beslissing uit te stellen. Dat we nog meer modellen gaan toepassen. Nog ingewikkeldere berekeningen, regels opstellen. Ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Maar niet zozeer omdat vanuit de complexiteit, maar ook de onzekerheid of we wel de goede keuzes maken. Want het zijn, ik denk dat eigenlijk iedereen wil het beste. Hè, die willen de beste oplossing, de veiligste oplossing. Iedereen voelt zich heel verantwoordelijk daarin. En dan is eerder de valkuil om het nog een keer beter uit te rekenen en het nog zekerder te weten, dan dat mensen het bewust complexer maken. En wat, zoals ik het hoogwaterbeschermingsprogramma zie, is eigenlijk een onderkenning dat het complex is. Dat het best een lastige materie is. Het zijn grote opgaves in een groot gebied met veel belangen. En dat de kracht van zo'n programma is dat je met elkaar kan leren hoe je dan die complexiteit eigenlijk aangaat. En hoe je daar van elkaar ziet hoe het ook kan. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, want ik kan me ook voorstellen, hè, jullie zijn natuurlijk vooral ook technisch goed onderlegd, hè, als aannemingsbedrijf. Maar hoe maak je dan de beste keuzes? Is dat dan op basis van techniek? Is dat op basis van geld? Is het op basis van het democratisch draagvlak? Hoe werkt zoiets? Nee, het is een samenspel van alles wat daarin speelt. En wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we die samenwerking al in een heel vroegtijdig stadium als aannemers opzoeken. Bij Gorinchem Waardenburg zijn we al betrokken vanaf de VKA-fase, waarin je van scratch af aan, zeg maar, samen met Waterschap Rivierenland de dijkopgave doet. En dan kom je dus tot een veel betere risicoanalyse en dus ook het beheersen van risico's, doordat je die realisatieervaring inbrengt in dat project. En we zijn van Gorinchem Waardenburg voor 4,5 jaar nu bezig. We hebben gisteren de starthandeling gehad om de realisatie in te gaan. Maar normaliter duren dat soort trajecten veel langer dan de vier jaar dat we nu bezig zijn. Ja, het is eigenlijk een beetje het ontwikkelen van een vaccin, zou je kunnen zeggen. Dus door vroegtijdig met elkaar daarover in gesprek te gaan en die betrokkenheid te hebben, juist ook vanuit de markt, kan je ook een stuk versnelling realiseren. Ja, ja. En beter de risico's beheersen. Ja, want misschien voor Erik en voor Hetty, voor jou ook. Hè, want hoe zou bestuurlijk commitment, zeg maar, nog bij kunnen dragen aan het integreren eigenlijk van die twee uitdagingen? Hè? Waterveiligheid aan de ene kant, maar ook die complexe omgeving waar je ook dienend in wil zijn. Ik denk dat de rol van een bestuurder hier cruciaal is. Hè. Het vergt stuurmanskunst van een bestuurder om met al die belangen en met al die ambities te dealen. En om dat ook gaandeweg steeds concreter te maken. Dus voordat je zo'n project start, moet je ook helder maken van wat is het proces wat we hier gaan doorlopen? Wanneer moeten we dingen vastklikken? Wanneer moeten we een scope gaan bevriezen? Wanneer kan de discussie niet verder en moeten we conclusies trekken? En de bestuurder gaat daarin voorop, want die is feitelijk de eigenaar van het project. Dus die moet daarin voorgaan. Ja, dus dat leiderschap, Hetty, is ook heel erg belangrijk. Ja, ja, en jij noemt het stuurmanskunst. Ik noem het soms ook een balanceeract. Maar wat ik gewoon zie, ook in mijn eigen praktijk, in mijn eigen waterschap, wij gaan de IJsselmeerdijk versterken. We zien een enorme kans om samen met Rijkswaterstaat daarvoor het concept vooroever te kiezen. Maar daar kunnen we natuurlijk niet mee wachten totdat misschien alle studies afgerond zijn om een keuze te maken. Dus dan moet je elkaar heel goed vasthouden. En ja, wat ik altijd zeg, als het moeilijk wordt, dan moet je een stapje naar elkaar toe zetten. En de neiging is vaak om dan allemaal weer terug te gaan naar je eigen hok en dan elkaar te beschieten. Terwijl als het spannend wordt, dan moet je bij elkaar kruipen en goed benoemen waar het je om gaat. Elkaar de nieren proeven. En op een gegeven moment, ja, dan valt er een beslissing. En dan moet je je daar ook weer in naar voegen. Ja, maar goed, dan moet je in ieder geval niet uit de weg gaan, zeg je. Zeker niet. Nee, zeker nee. Niet, zeker. We komen zeker nog wel te spreken over, denk ik, ook samenwerken. Hè, en wat daar inderdaad bij nodig is. Maar laten we naar de volgende vlog kijken van Annemieke Nijhoff. Waarin ze ingaat op innovatie. Wat ik jullie wens voor de toekomst is dat het hoogwaterbeschermingsprogramma het programma wordt waarin we niet alleen de veiligheid, maar ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. En maximaal alle innovaties van de waterbouw in de praktijk weten te brengen. Zodat we een nieuwe generatie waterbouwers opleiden die ook ontzettend trots kunnen zijn en net zo kunnen genieten van al die prachtige primaire keringen zoals ik hier deze week op de Schelling doe. Ja, nou, ook een mooie vraag eigenlijk, of suggestie misschien van Annemieke, hè? De opleiding nieuwe waterbouwers. Henrike, hoe kijk jij tegen dat innovatievraagstuk ook aan? Hè? Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie als touwgroep het thema is waar jullie op investeren. Het is zeker een heel belangrijk thema. Het spreekt me ook erg aan, de oproep van Annemiek.
En ik begreep dat het ook in de workshops wel echt het thema was. Er zit ontzettend veel drive in de markt, in de mensen om te innoveren. Om echt het beste, mooiste project te maken. Maar je ziet ook wel dat lef vraagt. En niet alleen lef van bestuurders, waar we het net even over hadden. Maar ook lef van de mensen, van adviseurs zoals bij ons. Om met originele andere ideeën te komen. Om te denken van ja, als we nou net even anders denken of net buiten de lijntjes durven te kleuren, kunnen we dan slimmer of kunnen we dan anders? Dus dat vind ik wel dat is een uitdaging. Ook voor onze eigen mensen, maar ook voor nieuwe mensen in het vak die opgeleid worden. Ja. Zou je zeggen dat geldt eigenlijk als een aanbeveling voor de waterbouw in algemene zin? Van heb meer lef of durf meer out of the box te denken? Ik denk dat wel heel vaak gebeurt. Maar om dat dan met elkaar tot een goede oplossing en ook een besluit erover te komen, dat nog wel eens. Nou ja, eigenlijk wat Hetty net beschreef, hè, dan gaan mensen toch weer een beetje meer van elkaar af in plaats van kijk, hoe krijgen we het toch voor elkaar? Dus die drive om te innoveren, ook echt de drive om het ook waar te maken, om te zetten. Nou, en als ik een voorbeeld over kan noemen wat nu ook wel speelt, hè, op het hoogwaterbeschermingsprogramma staan ook een heleboel kunstwerken. En nou, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar we hier zijn, die heeft er ook 7 opgepakt, daar werken we ook aan mee. En wat je ziet, is dat er iedereen wil ook innoveren en iedereen wil het goed doen. Alleen er mist heel veel kennis en kunde over wat zit er eigenlijk, hoe zitten die kunstwerken in elkaar, hoe zouden we nou het beste kunnen aanpakken. En dat is en in de sector een aandachtspunt, ook voor het hoogwaterbeschermingsprogramma zoals dat er nu is, maar ook in de opleidingen voor mensen. Ja. Want herken jij dat inderdaad? Zit daar een lacune, zit daar een gebrek aan kennis en kunde, zeker als het gaat om de kunstwerken? Ja, nou is het wel zo dat wij als aannemers bestaan wij van innovatie. Omdat we altijd aan het proberen zijn om koploper te zijn in die nieuwe ontwikkeling. Maar innovatie kan nooit van één iemand alleen zijn. Dus het is leuk dat iemand dat bedenkt. Maar nog leuker is dat je dat met elkaar deelt. Want dan maak je echt een stap. En dat moeten we ook echt gaan doen. Hè. Echt op weg naar die betekenis-economie. Dat we impact maken, niet alleen, maar samen. Ja. Dus iemand die nu vindt dat hij een innovatie heeft die in kan zetten, dat is korte termijn denken in mijn optiek. En als je deelt, dan ben je echt krachtig bezig. En dan, want die waterveiligheid die is namelijk ook van ons allemaal. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jullie, zeker ook als aannemingsbureau, hè, jullie hebben natuurlijk, van jullie wordt ook verwacht, hè, dat jullie met die innovaties bezig zijn en dat jullie ze ook kunnen presenteren aan opdrachtgevers. Hoe zou die voedingsbodem? Maar ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder Hetty. Wat is voor jou dan de ideale voedingsbodem? Wat moet er in die voedingsbodem zeg maar aanwezig zijn, zodat jouw ideeën daar ook goed kunnen aarden? Nou ja, je moet mekaars belangen heel erg goed kennen in de projecten. En goed weten van welke opgave ligt er nou voor. Wat Henrike er net ook zegt, het is een complex verhaal. Het is niet een eenheidsworst, een dijk. We zijn zo verschillend opgebouwd in Nederland dat je eigenlijk gewoon continu die maatwerkoplossing moet zien te realiseren. En daar de slimme dingen in bedenken. Maar is dat een andere mindset? Zeg je dan eigenlijk de waterbouwers 2.0, die hebben een andere attitude nodig? Veel meer een attitude gericht op samenwerken, veel meer een attitude gericht op die omgeving? Ja, ik denk wel dat we andersoortige competenties nodig hebben naar de toekomst toe. Om juist die complexiteit ook als aannemers te kunnen begrijpen. Maar of dat nou ons belemmert om te innoveren, dat geloof ik niet. Want nogmaals, daar bestaan wij van. Ja. Ik bedoel, mijn moederorganisatie wint op 4500 meter winnen ze mineralen van de bodem. Mag ik iets toevoegen misschien? Want we moeten het samen doen. Maar, en daar zie ik ook de uitdaging ook voor ons als sector, ook samen met de opdrachtgevers, om ook de projectteams ook te durven om naar andersoortige mensen en met andersoortige mensen een projectteam te maken. Dus divers. Maar geef eens een voorbeeld dan, waar denk je dan aan? Nou, dat we voorkomen dat we allemaal mensen vanuit bijvoorbeeld dezelfde achtergrond of dezelfde kennisopleiding of dezelfde visie op de wereld. En zo divers mogelijk eigenlijk met de kennis en kunde die je nodig hebt. En dat benutten om daar het maximale uit te halen. Ja, dus diverse teams, zeg jij dan? Ja. Maar dan praat je vooral over karakterologisch andere mensen, of zeg je ook echt andere disciplines? Bijvoorbeeld ook andere disciplines. Ja? Maar dan een goede mix. Niet alleen disciplines, maar het mag ook een mix zijn in achtergrond. Het mag ook een mix zijn in opleiding. Het mag
Dat je eigenlijk probeert om daar ook iets aan toe te voegen, zodat je anders kijken meeneemt om daar dan ook die innovatieve stappen te kunnen zetten. Ja. Ja, en ook hier is steun heel belangrijk, hè, dat het oké is om te innoveren. Want het gaat wel over veiligheid en daar wil je natuurlijk niet mee experimenteren eigenlijk. Hè, dat moet goed. We zitten ook in een dijkversterkingsoperatie waar we nog heel veel kennis aan het ontwikkelen zijn. Dat is ook de aantrekkingskracht van het HWP. Ja. Terwijl we hollen en meters maken, zijn we ook nog nieuwe kennis aan het ontwikkelen. Maar het grappige is wel, je zegt van het gaat ook om innoveren. Hè? Dat betekent ook experimenteren, maar dat is tegelijkertijd ook een risico. En dat willen we juist weer niet. Nou ja, je ziet dat bij innovaties wil je het liefst voordat je het uitrolt op grote schaal. Kijk, zo'n pilot overleeft iedereen wel. Dat doet iedereen ook heel graag. Maar op het moment dat je het groot gaat uitrollen in een project, dan wil je zeker weten dat het klopt. En in innovatieland heb je daar dan een vrij lang acceptatieproces voor. En dat moeten we ook versnellen. Hè. De vergelijking met die vaccinatie van COVID is eigenlijk heel mooi. Want dat is ook allemaal onder druk heel erg kort geworden. Ja. En eigenlijk zouden we zoiets in het HWP ook moeten zien te krijgen. Ja. Toch nog even nog naar die opleiding, hè, van die nieuwe waterbouwer. Welke ingrediënten? Jaap zou iets over andere competenties. Ik hoor hier inderdaad ook, hè, over meer out of the box. Maar ook een klimaat creëren waarin je kunt experimenteren. Waarvan zou jij zeggen, nou, dat zou wel een ingrediënt zijn wat in die 2.0 dijkwerker zou passen? Ja, voor mij heeft de dijkwerker 2.0 en volgens mij gaan we naar 2.10 naar richting 2050. Hè, want we moeten ons blijven vernieuwen als dijkwerkers. Voor mij heeft hij vele gezichten. En waar het volgens mij op neerkomt is dat je moet koesteren dat je heel veel technische kennis hebt. Dat je daarnaast veel procesvaardigheden hebt. Dat je gebruik maakt van ruimtelijke planners. Dat je de taal leert spreken van de economische ontwikkelaars. Dus dat hoort er allemaal bij. Maar ik vind het nog belangrijker dat je een innovatief klimaat schept binnen het HWBP. Dat je ook de goede vragen stelt aan de teams. Hè? Ik heb ooit een keer aan mijn organisatie gezegd, wij hebben hele grote gemalen. Ik wil het meest duurzame gemaal van de wereld. Nou, het is wat minder geworden van Europa, maar goed, toch. Door zo'n vraag neer te leggen en als ik dan terug hoor, dat kan niet, dan denk ik, oké, en nou gaan we met elkaar in gesprek. Dus je hoort ook een soort innovatief klimaat te scheppen, waarin je aan de ene kant de goede teams bij elkaar scharrelt. Ervoor zorgt dat je ook een aantrekkingskracht hebt voor de jonge mensen die nu naar de universiteit, HBO, MBO gaan. Dat die allemaal stages willen lopen, willen meewerken in onze programma's. En vervolgens moet je ze ook de juiste uitdagingen geven. En jij zegt, je creëert een innovatief klimaat door de juiste vragen te stellen. Ja. Jaap, hoe creëer jij een innovatief klimaat? Door mensen daarin uit te dagen. Om elke dag na te denken van hoe kunnen we het morgen anders doen, hoe kunnen we het slimmer doen, hoe kunnen we het efficiënter doen. Hoe kunnen we meer waarde toevoegen aan de maatschappelijke opgaven zoals we die met z'n allen hebben. En wat ik wel mooi vind is dat ik zie ook nieuwe functies ontstaan. He, dus in mijn verleden zou ik maar zeggen, had je een uitvoerder en een projectleider en nou, die deden een werk met elkaar. En later is daar de omgevingsmanager is daarbij gekomen. Dat is al een ingeburgerd geheel. Maar hoe lang gaat het nog duren voordat de duurzaamheidsmanager zeg maar een IPM-rol is? Ik ben daar heel benieuwd naar. Je ziet ook, als het gaat over data-analyse, zie je in één keer bij ons mensen zitten die hele dagen bezig zijn met het analyseren van data. Virtual reality doet ze intreden. Dat is een ontzettende interessante beweging die we aan het maken zijn. Ja, dus ook dat hoort eigenlijk bij innovatie. Hè? Het omgaan met de data en de digitale vaardigheden. En Rieke, wat doe jij binnen Touw als algemeen directeur ook om dat zo'n innovatief klimaat constant te stimuleren? Nou, wat ik aan het begin zei, dat het ook heel erg gaat over lef. Over naar voren durven stappen en niet bang zijn om een fout te maken of je neus te stoten. Maar dat betekent onder andere van mij dat ik ook zeg, dat zeg ik ook wel vaker, van nou, ik laat je vallen, maar ik vang je ook op als je te hard valt of als het niet goed gaat. Dus dat je er bent als directeur, als manager, als je de opdrachtgever, dat je er bent. Ja. Ja, mooi. Ik zit even te kijken op de tablet inderdaad, want er komt ook nog een vraag binnen van Martin Egas. Uit de innovatieworkshop van gisteren werden voorbeelden van innovaties gepresenteerd. Deze innovaties hadden al een looptijd van meer dan 6 jaar en zijn nog gereed voor implementatie. Nog niet, waarschijnlijk. Nog niet gereed voor implementatie. Als dit de looptijd van innovaties is, hoe zien jullie dan dat innovaties ook financieel aantrekkelijk zijn of worden?
Wie van jullie? Nou ja, ik denk dat dat moet korter. Laat dat helder zijn. Maar het is wel de realiteit waarmee we moeten leren leven. Kijk, het HWP voorziet in allerlei vangnetconstructies of hulpmiddelen om dit soort innovaties verder te brengen. Niet alleen in de vorm van geld, maar ook in de vorm van kennisontwikkeling. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat het belangrijk is dat alle partijen in de alliantie, dus de dijkwerkers, daar ook samen in optrekken. Dus ook de boeken open doen, laten zien wat hun ervaringen zijn, zodat we allemaal kunnen profiteren van elkaars ervaringen. Een mooi voorbeeld vind ik hoe we nu omgaan met emissieloos bouwen. Dat is een netwerk van bedrijven waar Jaap ook in participeert. En die zijn samen aan het kijken van hoe kunnen wij elektrisch materieel, waterstof, hoe kunnen we dat nou verder brengen? En hoe gaan we dat dan toch versnellen? Want je zegt het moet wel echt korter, want anders dan is het bijna geen innovatie meer. Maar dan wordt het bijna gewoon... Nou, dat vraagt toch ook een soort organisatie van die hele keten die bij zo'n acceptatieproces betrokken is. Hè. Misschien en wie moet daar een beetje in duwen? Nou, ik vind dat het HWP daar een belangrijke rol in heeft. Maar uiteindelijk moet iedereen dat tot zijn verantwoordelijkheid rekenen om die snelheid erin te brengen. En niet naar elkaar te wijzen van jij moet mijn problemen oplossen. We moeten eigenlijk elkaars problemen oplossen. Ja. Nou, misschien is dat wel een leuk bruggetje naar de derde vlog dan van Annemiek. Want die gaat over samenwerken. Elkaar dus niet de vinger wijzen, maar vooral samen optrekken. Laten we kijken wat ze daarover te zeggen heeft. Het hoogwaterbeschermingsprogramma kan alleen een succes worden als we subliem samenwerken. En samenwerken is echt wat anders dan het werk verdelen. Samenwerken betekent heel veel met elkaar communiceren, vertrouwen hebben in elkaars bijdrage en zorgen dat je met elkaar steeds het beste wil voor het land. Ja, Jaap, samenwerken is niet alleen maar het werk verdelen, hè, maar elkaar ook echt vertrouwen. En eigenlijk wat Erik net zei, hè, ook als het gaat om innovatie, samen optrekken. Is het zo simpel eigenlijk? Hè? Vertrouw elkaar en dan komt het goed. Nee, het is niet simpel. Hè. Dat weten we. Hè. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar als het gaat over samenwerken, dan heb je elkaar, elkaar keihard nodig om die complexe opgaven te doen en elkaar steeds beter te begrijpen. En ik heb gisteren en eergisteren ook zelf workshops bijgewoond die ook over samenwerken gingen. En waarin je ziet dat enerzijds heel veel kennis aan het delen bent met elkaar en kennis aan het brengen bent met elkaar en projectoverstijgend op die manier werkt. Ik vind de POV's vind ik daar fantastische voorbeelden van. Maar wat we ook zien is dat de nieuwe contractvormen en samenwerkingsvormen zijn intrede aan het doen zijn. We zien dat bij Gorinchem Waardenburg en met name ook bij Sterke Lekdijken, waar Erik al aan refereerde. Waarin we zeg maar met Heijmans en GMB samen het emissieloos netwerk opgericht hebben, een stichting. Waarin we gaan proberen om met de markt en iedereen die mee wil doen een versnelling te maken van ongeveer 4 jaar. Hè, voordat we in 2030 energie neutraal of een emissieloze dijk willen maken. Ja. Dus dat willen wij al proberen te doen in 2026. Ja. En tuurlijk, dus we zijn allemaal aan het experimenteren met emissieloos materieel op dit moment. Je moet niet alleen die machine hebben. Want als je er straks machines hebt zitten en de energiebevoorrading die kan niet ter plaatse komen, dan heb je alweer een ander probleem. Dus we zullen veel meer vanuit die totale keten moeten gaan denken. Vanuit het totale waardenetwerk om energie. Hè, hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou emissieloos om dat bij elkaar te brengen? Maar nou snap ik wel dat dat is lastig. Daar heb je dan een mooie stichting ook voor opgericht. Ja. Om op die manier gelijkwaardig te kunnen werken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon, is er geen gelijkwaardigheid? Jullie zijn natuurlijk een commerciële marktpartij. Iedereen probeert natuurlijk toch uiteindelijk daar ook weer zijn voordeel mee te behalen. De opdrachtgevers zijn vaak de overheid. Die werken met belastinggeld. Dus hoe zorg je dan toch dat je vanuit die ongelijkwaardigheid toch een gelijkwaardige samenwerking opzet? Ja, dat is een interessante vraag. En ook daarvoor geldt weer. Je moet mekaars belang kennen. Niet tegenover elkaar aan de tafel, maar samen aan dezelfde kant en werken aan die dijkopgave. En dat ik een commerciële partij ben en dat ik daar geld van aan wil verdienen, dat mag helder zijn, want anders hebben wij geen bestaansrecht. Ja. Alleen, we moeten niet meer in euro's gaan denken. We moeten gaan denken vanuit waarde, andere waarden. Daar horen ook andere contractvormen bij. Daar horen andere samenwerkingsvormen bij. Om uiteindelijk gezamenlijk die slag te maken. Impact maken om
uiteindelijk die dijkveiligheid voor elkaar te krijgen met z'n allen. Ja, je zegt eigenlijk, en dus als je ook vanuit elkaars belang kunt gaan denken en daar ook transparant over bent, dan volgt eigenlijk dat vertrouwen. Ja, maar transparantie is voorwaarde. Dus als je dat en het is zelfs het zoeken naar de balans. Hè? Want je zal altijd partijen blijven houden die terughoudend zijn in de informatie die we strekken. Ik ben daar zelf open boek in. Hè? Maar ik kom ook wel eens bedrogen uit. Ja. Dus je mag best, hè, dat mogen we ook leren met elkaar, de balans zoeken op die twee werelden. Ja. Maar dan zeg jij van... paradigma's tussen die twee werelden. Ja, dus er zijn ook partijen die dan daar minder open in zijn. Ervaar je bij de overheid wel voldoende openheid? Is het prettig samenwerken ook met de overheid zelf? Zij zijn een goede opdrachtgever. Nou, dat verschilt. Ja. Dat mag best gezegd worden. En dat is ook logisch, want iedereen zit daar in zijn eigen leerproces. Het leerproces van waterschap X zal anders zijn als van opdrachtgever Y. Ja. En dat mag. En de kunst is om elkaar daarin te helpen en te blijven helpen. Want dat, wat is voor jou een goede opdrachtgever? Want welke tips heb jij dan ook voor de opdrachtgevers? Hè? Ik bedoel, hoe zouden zij zelf ook transparanter kunnen zijn in dat proces? Nou, ik denk wanneer je over je eigen belangen heen durft te stappen. En eens durf na te denken over van wat is nou die gemeenschappelijke opgave die we te doen hebben. En te respecteren dat niemand 's morgens zijn bed uitkomt om te zeggen, nou, ik ga er vandaag eens even een rotzootje van maken. Dat is niet aan de orde. En ik denk, als je dat durft met elkaar, dan durf je elkaar ook tegemoet te treden en het goede gesprek te hebben met elkaar. Ja, ja. Mag het, Hetty, durven jullie ook de markt voldoende te vertrouwen? Geven jullie voldoende openheid, vind jij? Als opdrachtgever zijnde, hè? Ja, ook hier denk ik vrij genuanceerd over. Ik denk niet dat een bepaalde contractvorm het panacee is voor alle samenwerkingen, voor alle dijktrajecten. Hè. Dus ik denk dat je heel goed moet nadenken als waterschap. Nou ja, voor welk project ga ik met wie in zee onder welke contractvorm? En ik ben nogal dol op zakelijk vertrouwen en zakelijk samenwerken. Hè? Dus dat het niet is van we moeten het hier allemaal aan één doel werken. Natuurlijk moet dat. En daarvoor hebben we blind vertrouwen. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je ook nooit genoeg aan de voorkant kan met elkaar kan bespreken van, nou ja, wat zit er voor jou in? Wat zit er voor mij in? Wat is het no-go voor jou? Wat is het no-go voor mij? Dat je daar ook spelregels over afspreekt. En met enige regelmaat ook de thermometer erin stopt. Maar samenwerken is niet de hele tijd in goede harmonie van A naar B gaan. Het is met hobbels en bobbels. Het is af en toe helemaal niet leuk. Maar je moet met elkaar in verbinding blijven. En wij kijken als waterschap ook wel. Wij zijn een relatief klein waterschap met een paar grote projecten. Dan gaan we niet te veel gekkigheid en nieuwigheid naar binnen kruien als het gaat over contractvormen. En dat lijkt me heel verstandig. Ja, zo werkt het bij ons ook wel. Ja. Als ik iets mag aanvullen, zeker die op jou zakelijk samenwerken, zakelijk vertrouwen en dat soort dingen. Daar hoort voor mij wel ook bij dat je geïnteresseerd bent in de ander. Zeker. Want anders kom je niet over die hobbels heen samen. Nee. Dus daar zit een stuk investering in om de ander te willen begrijpen. Maar wat bedoel je dan precies? Want dan zeg je, want ik hoor Hetty zeggen, het gaat ook om zakelijk vertrouwen. Jij zegt van je moet ook geïnteresseerd zijn in elkaar, in elkaars zakelijke belang dan, of in elkaars. Wel en wee. Dat je er energie in wil steken om daar een stapje verder in te komen dan alleen maar de zakelijke afspraak. Want als het een keer fout gaat, als het een keer spannend is, dan moet je ook ergens anders verbinding hebben gemaakt. Is mijn overtuiging om daar weer uit te komen. En dan zeg je gewoon van mens tot mens. Van mens tot mens, ja. Ja. Laten we ook nog even naar een vraag gaan. Want ik krijg hier een vraag binnen van Mark van der Meer. Het valt mij op dat er veel gesproken wordt over de kosten van dijkversterkingen. Moeten we niet vaker inzetten op ontwikkelingen die opbrengsten genereren? Zoals energie opwekken, commerciële recreaties, woningbouw, etc. Eigenlijk misschien een beetje dat gemeenschappelijke belang waar jij naar refereert. Of niet? Ik weet het niet. Wie? Erik? Ja, dit is wel herkenbaar. Want zo'n dijkproject geeft heel veel kansen om allerlei dingen nog te doen en te ontdekken. En een dijk is natuurlijk van oudsher wel een landschapselement wat heel veilig en robuust moet worden vormgegeven. Hè? Geen koeien op de dijk, geen gedoe op de dijk. En daar moeten we ook proberen in verder te komen. Hè? Dus misschien liggen er hele mooie kansen voor de energietransitie. Als je het wat robuuster vormgeeft, ook voor woningbouw of andere ruimtelijke ontwikkelingen. Ja, ja. En loop je dan niet het gevaar, een beetje waar Annemiek en hij of mee starten, haar vlog, hè, van lopen we dan ook niet het gevaar dat de dijk de oplossing wordt voor alle complexe problemen van onze samenleving?
Nou, dan zijn we aan de andere kant van het spectrum, denk ik, beland. Nee, ik denk dat de waterveiligheid moet natuurlijk in alle scenario's worden opgelost. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om daar allerlei combinaties te leggen. En daar hebben we nog lang niet alles in ontdekt, heb ik het gevoel. Nee. Goed, dan toch nog even de conclusie rondom het samenwerken misschien. Hè? Zeker ook naar de toekomst gekeken, de vooruitblik, waar ook vandaag natuurlijk ook vooral over gaat. Waarvan zeggen jullie dan van, nou ja, zorg in ieder geval, het is complex, begrijp ik wel van jou, Hettie, en genuanceerd. Maar toch, als je één tip zou moeten geven aan onze kijkers thuis, wat zou dan morgen gedaan kunnen worden om die samenwerking te verbeteren? Ik denk dat wat Henrik eigenlijk zegt, dat je er met een houding instapt dat je niet meer dan 100% eruit wil halen en het ook best vindt als de ander met 0% eruit gaat, dat je er op zoek gaat naar hoe kunnen we met elkaar het beste ervan maken. Dus dat die houding, dat die als het ware de basis is voor alles. Ja, ja. Jaap, dus de houding hoor ik van Hettie. Ja, het heeft te maken met gedrag. En ben je in staat om over je eigen schaduw heen te stappen? Ik heb vanmorgen tegen Erik het voorbeeld verteld over een van de werktuigen die hierachter ligt. Het is een bakkenzuiger van de vriezer van de wiel. Maar daar werken we op samen met de mensen van Boskalis en Van Hoort. En dat is al een fantastische samenwerking. Ja, dus hij zegt eigenlijk ook van daarin ook genereus misschien ook wel zijn. Ja, ik denk dat je elkaar zo vreselijk hard nodig hebt in ons wereldje. En die kennis, we zien het ook verdwijnen steeds verder. Daar heb je elkaar heel erg hard nodig om te zorgen dat we die stap gaan maken nadat we weer volop op sterkte komen als waterbouwers. Ja. En Rieke nog, een laatste tip? Nou, dus ik sluit aan bij het genereuze. Durf te delen. De opgave is zo groot en die is in 2050 echt nog niet klaar. Dus durf te delen, durf open te zijn over de kennis en de leerervaringen. En stap daar samen in plaats van de hokjes. Ja, ja, ja. Erik, kan je daar nog overheen? Of zeg je als directeur van het programma, nou, dat neem ik gewoon allemaal mooi mee? Nou, ik neem het sowieso mee en ik hoef er ook niet overheen. Maar wat ik eraan zou willen toevoegen is, vergeet niet te leren. Want we zien ook in het HWP, de projecten nemen toe, de dynamiek neemt toe. Het is heel hard werken om een dijkversterkingsproject goed naar de finish te brengen. En vergeet niet dat we aan iets heel bijzonders bezig zijn en dat we daar ervaring in opdoen die anderen ook heel goed kunnen gebruiken. Dus neem ook die tijd, organiseer dat ook om uit te wisselen, om van elkaar te leren. Mooi. Want we willen het, maar je moet het ook echt wel consequent doen, vind ik. En dat is mooi wat je zegt. Je zegt eigenlijk ook, dus neem ook even de tijd om af en toe even te reflecteren, even te rusten, om ook de opbrengst ook echt vol te nemen. Ja, ook al ben je alweer klaar voor je volgende uitdaging, doe dat. Vergeet dat niet. Dat is zo belangrijk. Ja. Nou hebben we het ook dit afgelopen drie kwartier ook gehad over dat bestuurlijk commitment, hè, van jullie eigenlijk. Jij startte er al mee, hè, echt als basis eigenlijk ook om verder te gaan ontwikkelen. Dat leiderschap ook in de top. Ja, misschien toch, Hettie, jij bent voorzitter van het programma Bestuur. Nog wel, hè? Want aan het einde van het jaar geef jij het stokje over aan jouw opvolger. Hoe kijk jij zelf eigenlijk naar dat bestuurlijk commitment? Vind jij dat je dat zelf ook voldoende laat zien? Ja, ik vind zelf dat je als bestuurder heel goed ook je hoofd en je hart kunt laten spreken. En dat probeer ik ook altijd te doen. En zeker als ik naar het dijkenvak kijk, dan denk ik dat iedereen die mij een beetje kent weet dat ik de schoonheid van de dijk waanzinnig waardeer. En daarom ook heel graag begin bij een goed plan, een mooi plan, met de ambitie om de dijk een stukje mooier achter te laten dan je hem hebt aangetroffen. En dan volgt altijd wel het geld. Dus ik probeer dat, bestuurlijk leiderschap, commitment. Ook, inspireren hoor ik ook. Ja, nou ja, dat heel sterk. En wat ik ook probeer te doen, is toch wel ook het realisme er soms in te brengen. Hè? Want ik hoor net heel veel over innovatie versnellen. En dan denk ik, jongens, er is wel een verschil tussen tempo en haast. Dus ik hou van tempo, maar ik heb een hekel aan haast. Zeker als het een haastklus wordt en je misschien risico's gaat lopen die je niet wil nemen. Maar goed, als je bezig bent met tempo maken, heb je soms ook het risico dat er iets misgaat. Nou ja, jij zei het al, Henrike, hè? En dan sta ik er. Ja, ik vind ook dat je moet nadenken in wat-als scenario's. En dat je dan ook de rust moet brengen als bestuurder. Hè? Als er eens een keer iets misgaat met een innovatie, betekent niet dat je meteen moet zeggen, we houden op met innovaties. Nee, dan ga je daarvan leren, je gaat het oplossen en je gaat dapper voorwaarts.
Dus dat zijn de dingen die, nou ja, die ik wel probeer uit te dragen. Ja, en daarin zeg je, moet je ook een beetje het anker zijn. Of het vangnet als bestuurlijke top. Ja. Ja. Heb jij ook nog tips die je mee wil geven aan jouw opvolger? Die straks aan het einde van het jaar, begin volgend jaar, jouw plek in gaat nemen. Nou ja, ik denk maar zo dat ik tegen mijn opvolger ga zeggen van, nou ja, met pijn in mijn hart neem ik afscheid van deze klus. En overigens moet ik wel even zeggen, ik ben samen met Michelle Blom voorzitter van het programma. Duo. He, want we zitten in een prachtige alliantie, dat zal ik ook tegen mijn opvolger zeggen, van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Waterstaat. Ik breng het al helemaal samen. Rijkswaterschap. Zaten. Oh, ja. Vaker gehoord. Zo werkt dat. We zitten in een prachtige alliantie, maar een alliantie is ook hard werken. En je moet bij voordering als bestuurder zorgen dat de bruggen gebouwd blijven. Dat er verbindingen er blijven. Dat de uitdagingen er blijven. En je moet ook koesteren dat we in Nederland een hele grote mate van solidariteit hebben als we kijken naar de dijken en de dijkversterking. En ook solidariteit, komt misschien te voet en gaat te paard. Daar moet je ook heel hard aan werken. Dus ja, ik denk dat mijn opvolger, net als ik, een hele mooie klus krijgt. En dat hij voorop moet gaan om van Nederland weer dat van Nederland weer iets mooiers te maken met dijken als schone linten in het landschap. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval, er is genoeg te doen. Complex, maar ook een enorme uitdaging. Ik zie ook nogal de fonkeling in jouw ogen. Dus dat is in ieder geval, die blijft, hoor. Die blijft, dat is mooi. want Erik, we gaan natuurlijk een beetje naar de afronding van dit tafelgesprek en ook naar de afronding van deze week voor de dijkwerkers. Maar kunnen we er een jaar mee vooruit, vind jij? Is er voldoende geleverd? Zeker. Ja, ik zou eigenlijk nog even door willen. Maar gelukkig gaan we ook even door. Hè, want dit is de week voor de dijkwerker. Maar na de vakantie gaan we zo af en toe landen we op een dijk ergens in het land. En dan organiseren we een oploopje op kleine schaal. Dat is een traditie die vorig jaar is ontstaan in de lockdown. En dat is zeer goed bevallen en daar gaan we mee door. Dat heet Dijkwerkers on Tour. Dus daarmee proberen we ook in elkaars keuken te kijken. Elke waterschap krijgt de gelegenheid om zich te presenteren via een thema of een project. Dus het leren stopt niet. Dat is ook heel erg leuk. Dat maakt het HWP zo'n aantrekkelijk programma om voor te werken. Ja, en dat mag nog in ieder geval even doorgaan. Hè, want tot 2050 ligt deze uitdaging nog op het bord. Ik dank mijn tafelgasten heel hartelijk, Henrike en Jaap, ook voor jullie bijdrage. En natuurlijk Hetty en Erik. Want het is nu tijd voor de afsluiting van deze talkshow. En dat gebeurt door Kadir van Lohuizen, fotograaf. En hij gaat een prachtige dijkwerkerslezing geven. Een beeldende dijkwerkerslezing. Want hij publiceerde onlangs het fotoboek After As de Deluge, na ons de zondvloed. Hij vertelt met deze foto's wat de consequenties zijn van de stijgende zeespiegel op de mensheid. Een prachtig fotoboek, maar wel met een indrukwekkend, alarmerend verhaal. Kadir, the floor is yours. En als jullie trouwens vragen hebben aan Kadir, dan kan dat. Zet die vooral eventjes in de chat, dan zal ik aan het einde van zijn lezing deze ook weer aan Kadir adresseren. Dus wil je nog een opmerking maken aan Kadir, doe dat zeker. En Kadir, dan geef ik jou nu de floor. Ja, dank. Eindelijk zou ik zeggen, want ik zou hier eigenlijk vorig jaar staan, maar dat geldt voor velen van ons. Ook spannend natuurlijk om tegen een publiek van, laten we zeggen, experts aan te praten. Want dat is meestal toch wat minder aan de hand. Maar ik wil jullie toch graag meenemen op, het is eigenlijk een hele lange reis geweest. Ik begon hieraan in 2011. Ik reisde eigenlijk, was ik bezig aan een ander project. Ik was bezig aan een project dat ging over hedendaagse migratie in de Amerika's. En ik reisde van het puntje van Zuid-Amerika over land naar Noord-Alaska. En ik interviewde mensen waarom ze verkasten, waarom ze wegtrokken. En ik kwam op een gegeven moment, halverwege kwam ik terecht in Panama. Prachtige groep eilanden, de San Blas-eilanden. Cunayala heette ze eigenlijk. En ik interviewde mensen daar. En die zeiden dat ze geëvacueerd werden. Dus ik zei, waarom worden jullie geëvacueerd? En toen zeiden ze van, de zee komt. De zee komt. Kwartje viel nog niet helemaal. Ze zeiden van, ja, die zeespiegel die stijgt. Dus ik voelde me bijna dom, want ik woon in Amsterdam. We staan hier op de bodem van de zeespiegel.
Dat het allemaal gaat gebeuren, dat weten we inmiddels wel. Maar dat het gewoon nu al aan de hand was toen, en we hebben het over 2011... dat was nog niet helemaal bij mij binnengekomen. Dus dat was eigenlijk, het idee was geboren, het project was geboren. En ik ben, het was vooral heel veel research. Gaan kijken op diverse plekken in de wereld waar dit nu echt aan de hand is. Vooral waar er een urgentie is. Om te laten zien dat dit dus niet een probleem is van de komende generaties, maar dat dit echt vandaag de dag al aan de hand is. Ik begon in Groenland. Want ik begon op de plek waar eigenlijk het probleem vandaan komt. Hoewel, toen ik ermee begon, was het eigenlijk toch meer het uitzetting van het zeewater door de opwarming van de zee, wat de belangrijkste oorzaak was voor de zeespiegelstijging. Maar inmiddels is dat wel overgenomen door het smelten van de ijskappen op Groenland en natuurlijk ook op Antarctica. Nou, waarschijnlijk weten jullie het wel, hè? Als heel Groenland zou smelten, komt de zeespiegel 7 meter omhoog en Antarctica wordt dat ongeveer 86 meter. En het is natuurlijk fascinerend, Groenland. Het is prachtig. Ik ben er 3 keer geweest inmiddels. Maar het is ook angstwekkend. Want als er 1 plek is op de aarde, dan zijn het wel de polen. Als je wil zien wat deze klimaatcrisis, hoe snel het eigenlijk gaat en wat het aanricht. Het zijn natuurlijk begon met de gletsjers. En inmiddels kijken we ook natuurlijk naar op de ijskap, waar inmiddels al 2 zomers de temperatuur 1 keer boven nul is geweest. Ik heb natuurlijk wel een fantastisch beroep, want mijn camera is mijn paspoort. Dus ik kwam hier. Dit is een wetenschapsstation midden op de ijskap. East Quip heet het. En daar is de ijsdikte is ongeveer 3 kilometer. En ze boren dus dwars door die ijsmassa naar de bedrock. Dus naar het eigenlijke land, Groenland. Daar komen dus ice cores uit. En wat ze daar ontdekt hebben en waarom ze daar zijn, is dat eigenlijk dat ice flows zijn. Dus dat betekent dat het ijs, het zijn eigenlijk gigantische bevroren rivieren die zich naar de oceaan bewegen. En dat lijkt een nieuwe oorzaak te zijn waarom de zeespiegel toch nog sneller gaat stijgen dan wij al dachten. Fascinerend, want wat je hier ziet komt op ongeveer 1500 meter diepte vandaan. IJs is ongeveer 22.000 jaar oud. En het is eigenlijk een geschiedenisboek wat je ziet. Wat je ziet daarin, kan je aflezen wanneer de ijstijd is geweest, wanneer het warmer is geweest, wanneer er vulkaanuitbarstingen zijn geweest. Want je ziet dan een kleurverschil als de ijskap bedekt is geweest met vulkaanas. Dat was natuurlijk de grote vraag, waar ga ik natuurlijk eigenlijk heen daarna? Bangladesh ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Kon ook niet anders, heel erg vergelijkbaar eigenlijk met ons Nederland. Een delta ook, dicht bevolkt. Enig verschil is dat wij onder de zeespiegel liggen en zij daar overwegend nog niet. Het was moeilijk verhaal om uit te leggen. Hè. Veel mensen hebben zoiets van, maar het overstroomt daar toch altijd en die cyclone. Wat heeft dat te maken met die zeespiegel? Wat wel duidelijk is, en dat kwartje viel eigenlijk pas bij mij toen ook, dat het probleem natuurlijk veel eerder begint. Dat je niet hoeft te wachten tot het water aan je voeten staat. Maar dat het probleem begint als het zeewater niet meer terugtrekt, zoals hier. Het land verzeelt, mensen hun gewassen niet meer kunnen verbouwen. Geen veilig drinkwater meer te vinden. En dat is over het algemeen natuurlijk genoeg reden voor ons mensen om weg te trekken. Dat hebben ook heel veel mensen gedaan al in Bangladesh. Die trekken dan over het algemeen naar de grote steden. Probleem is wel een beetje dat ze natuurlijk daar hun middelen van bestaan zijn verloren. Waren vaak boeren, vissers. Dus in de steden komen mensen vaak toch in de sloppenwijken terecht. En moeten daar werk vinden en is een probleem. Wat wel bijzonder was, en ik ben een aantal keer in Bangladesh geweest, is dat daar wel mensen zijn zich veel meer misschien wel dan hier ook en elders ter wereld zijn zich bewust dat die zee er is. En wat de gevaren van de zee zijn. Er liggen niet heel veel dijken, er is niet een hele sterke kustbescherming. Maar er is inmiddels wel een heel groot plan, Delta Plan 2100. Waar de regering van Bangladesh heeft aangekondigd wat ze gaan doen.
En dat gaat natuurlijk over de kustversterking, over de kustbescherming. Maar dat gaat er ook over dat als mensen naar een andere plek moeten, dat de regering daar ook een infrastructuur creëert. En dat mensen ook mogelijkheden hebben om een nieuw bestaan op te bouwen. Of het allemaal gaat werken in het tijdsbestek wat er is, is natuurlijk een ander verhaal. Maar er is wel $40 miljard inmiddels voor beschikbaar. En wat je de Bangladeshi's absoluut moet nageven, is dat ze wel creatief zijn. Dus wat je hier ziet, dit is een eiland in de baai van van Bengaal. En dit waren rijstboeren, dit waren rijstpaddies. Daar verbouwden mensen hun rijst. En op een gegeven moment trok dat zeewater maar niet weg. En zijn ze uiteindelijk begonnen om gewoon zoutpannen te maken. En dat is de nieuwe bron van inkomsten nu voor de mensen daar. Dus ik vond het wel bijzonder in Bangladesh hoe mensen dan toch gewoon niet op de regering gaan zitten wachten tot die eens een keer wat doet. Maar dat ze gewoon zelf initiatief nemen en proberen naar andere mogelijkheden te zoeken. Niet altijd succesvol. Dit waren klimaatvluchtelingen. Hè? Er zijn er miljoenen al in Chittagong. En die woonden daar in een wijk en moeten weg vanwege een projectontwikkelaar. Daar moeten dure appartementen komen. En ik was daar een aantal dagen. En op een gegeven moment, toen ik daar de laatste dag was, was dus die wijk in brand. In rook opgegaan en waarschijnlijk aangestoken. En waren deze mensen, deze vrouwen, voor de derde keer ontheemd al. Nou, hier begon het verhaal eigenlijk voor mij. Dit zijn die eilanden in Panama. Ze zijn nog steeds niet geëvacueerd. En dat is dus inmiddels 9 jaar later. Er was geld van de centrale regering, maar dat is op een gegeven moment verdwenen. Wat het geluk is voor deze mensen is dat dit zijn de Kunas, dus de oorspronkelijke bevolking van Panama. En zij hebben een semi-autonoom gebied wat uit deze eilanden bestaat, maar ze hebben ook een hoger gelegen kuststrook. Dus dat is dus de bedoeling dat de mensen daar naartoe gaan. Is al bouwrijp gemaakt, er staat al een school, er staat al een ziekenhuis, maar er is geen geld voor de huizen meer. Dus de mensen zitten uiteindelijk nog steeds op die eilanden en zitten te wachten tot dat kunnen verhuizen. Wat ik opvallend vond is dat ik ben op een aantal plekken ben ik meer dan eens terug geweest. En zoals hier ook, in Kunayala, toen ik de eerste keer kwam, was er heel veel weerstand van mensen om te verhuizen. Die hadden zoiets van, hoezo, dit is ons land, het is het land van onze voorouders. Wij willen hier niet weg en wij moeten weg. Dat gebeurde vervolgens niet. En toen ik de tweede keer een paar jaar later terugkwam en mensen nog steeds niet weg waren, toen hadden mensen zoiets van, wij willen weg. We willen weg, want het wordt te gevaarlijk. We hebben geen land meer om te kunnen verbouwen. En we voelen ons gewoon niet meer veilig. Dus ik merkte ook in de loop der jaren dat ik hieraan werkte, dat daar wel echt een heel groot, dat er een kentering was ook bij mensen. En dat is natuurlijk ook altijd, ik neem maar voor velen van jullie, het probleem hoe je dit uitlegt. Hoe leg je nou uit waarom bepaalde dingen moeten gebeuren? Want mensen hebben toch zoiets van, ja, maar wij zien die zeespiegel helemaal niet stijgen. Dus wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier achter mij? Waarom moet die dijk verzwaard worden? Dus ik ben het ook dichter bij huis gaan zoeken. We zijn hier in Engeland inmiddels beland. De kust boven Hull. Kust erodeert, niks nieuws. Hoef ik niemand te vertellen. Het is een natuurlijk verschijnsel. Maar het is wel door de verandering van de zeestromen en de langzaam stijgende zeespiegel is dit wel aan het versnellen. Dat maakt deze kust inmiddels de snelst eroderende kust van Europa. Ze verliezen zo 2-3 meter per jaar. Dit heb ik gemaakt volgens mij in 2014. Dus eigenlijk al deze foto's die je nu ziet, die kan je eigenlijk nu al niet meer maken. Want dit is verdwenen gewoon. Best wel saillant en een bizar detail is dat de Engelse regering heeft dit gebied gewoon opgegeven. En ook al zijn mensen huiseigenaren, hebben ze alleen verhuiskosten gekregen en niet een verdere compensatie. Nou, de kustweg was het jaar daarvoor weggeslagen al.
veel met een drone gemaakt, zoals jullie zien. Maar heel veel ook in het begin met een vlieger. Dat was voordat de drone echt nog klein was en goed bruikbaar was. Dus ik was aan het vliegen en iemand had mij geholpen om een camera in die vliegerlijn te maken. En dan was het een beetje gokken met de wind of dat goed zou, of dat iets op zou leveren. Nou ja, Kiribati. Ja, heel ver weg. Verder weg kunnen we niet. Een land, belangrijk om dat even te noemen, een land in de Pacific. Een groep atollen precies tussen Hawaii en Fiji in. En dat was toch wel de plek waar ik het eigenlijk ook zelf het echt wel... Daar voelde je wel echt de angst eigenlijk. Dat mensen, hè, het is niet hoger dan 1,5 meter boven de zeespiegel. Dus er is echt geen plek waar je naartoe kan om het hoger op te zoeken, om het maar zo even te noemen. Dit is de landingsbaan van de International Airport. Die koste wat kost wordt, proberen ze die te beschermen met zandzakken en cement. Omdat dat de lifeline is. Dus de enige lifeline voor dit land naar de rest van de wereld. Het begon natuurlijk met de riffen die afstierven door de opwarming van de zee. En vervolgens is het strand aan de beurt en erodeert dat in een hoog tempo weg. En zoals iedereen weet, het strand is leuk om op te liggen, maar het is vooral de buffer en de golfbreker van het land. En als dat weg is, dan houdt het heel snel op. Dus dit is eigenlijk gewoon normaal hoogwater inmiddels op Kiribati. Mensen leven daarmee, mensen weten daarmee te dealen. Maar de vraag is wel heel erg die zich daar opdringt, waar mensen nou naartoe moeten. Want het is eigenlijk wel duidelijk, iedereen is het er wel over eens, dat dit een van de landen is die zal verdwijnen. 2050 misschien redden ze het nog. Maar ja, wat doe je met een land wat verdwijnt? Wat doe je met de cultuur wat verdwijnt? Wat doe je met de mensen? Klimaatvluchteling, daar hebben we het wel over, maar het is nog steeds geen grond om asiel aan te vragen. Het is één familie in eerste instantie gelukt om asiel te krijgen op Nieuw-Zeeland. Om deze redenen. En dat is uiteindelijk door het Hoge Rechtshof in Nieuw-Zeeland terugverwezen. En is het asiel ingetrokken. Dus het is best... Hier wonen 100.000 mensen, dus dat is nog te overzien. Hè. Dit is niet een Bangladesh waar 160 miljoen mensen wonen. Maar desalniettemin. Kiribati had altijd een hele goede, een hele goede president voor zijn mensen om aandacht te vragen voor het probleem, Anotetong. En die liet geen moment passeren dat hij kon spreken op een VN-conferentie of andere momenten om aandacht te vragen. Inmiddels is er een nieuwe president en die noemen ze al de Trump of the Pacific. Wat inhoudt dat hij ontkent dat er een probleem is. En ik zou teruggaan naar Kiribati ook en dat werd mij verboden. Journalisten en andere critici zijn niet welkom. Dus ik ben uitgeweken naar de Marshall-eilanden, niet zo ver daar vandaan. In de Pacific context dan. Hetzelfde probleem, één verschil is, en waarschijnlijk kennen jullie de Marshall-eilanden... van het Bikini-atol, waar de Amerikanen in de jaren 40-50 haar atoomproeven deed. En daar wordt uiteindelijk nu compensatie jaarlijks betaald. En mogen Marshallese, dus mensen die daar wonen, die kunnen een verblijfsvergunning krijgen om naar Amerika te gaan. Maar goed, er zijn er vele gegaan al, maar vervolgens... verliezen ze wel veel mensen zijn teruggekomen omdat ze hun gevoel hadden dat ze hun cultuur verloren, hun taal verloren en hun land verloren waren. Waren er vragen, begreep ik dat? Zeker, ja, Kadir, inderdaad. Ik heb hier een aantal voordat vragen. Voordat we naar Miami gaan, precies. Even een klein uitstapje voordat we naar Miami gaan. Ja, Kadir, er zijn wat vragen binnengekomen. Door Erik Vermeulen onder andere. Heeft Kadir ook kleinschalige aanpassingen gezien die interessant zijn voor onze toekomst hier in Nederland? Ja,
Het grappige is wel, ik ga zo eindigen met Nederland. En Nederland is natuurlijk op de schaal van de gebieden waar ik geweest ben en de gebieden waar echt wat moet gebeuren, dan zitten wij eigenlijk in een luxe positie. Terwijl ik tegelijkertijd niemand hier hoef te vertellen hoe ingewikkeld het is en hoeveel tijd dit gaat kosten om ons te beschermen. Ja, maar je hebt geen aanpassingen gezien in die landen zelf? De vraag is een beetje in hoeverre ze houdbaar zijn op de lange termijn. Maar mensen bouwen natuurlijk verhogen hun huis. Ze bouwen hun huis op palen. Ze bouwen hun eigen muren om zich te beschermen tegen inkomende vloed. Maar ik moet wel zeggen dat het wel beperkt is. En dat het vooral dat er vooral ook heel veel ontkenning is. Ja. Goed, nog een vraag van Remco. Wat kunnen wij leren van hoe de bevolking in andere landen zich aanpast aan de gevolgen van de klimaatverandering? Nou, daarom noemde ik Bangladesh wel. Omdat ik vond Bangladesh... mensen vragen me wel vaak, is dat nou niet heel deprimerend om dit allemaal te zien? Bangladesh, dat moet toch verschrikkelijk zijn? En dat was eigenlijk daar het tegendeel voor mij waar. Daar putte ik wel moed uit dat mensen gewoon het heft in eigen handen nemen. En niet wachten op de overheid. En dat is denk ik wel een heel groot probleem op heel veel plekken. Dat wij wachten op een overheid die of helemaal niet handelt of zo langzaam en log handelt dat het te lang gaat duren. Ja, ik kom mensen daartegen die nog steeds met een glimlach vertellen dat ze al 8 keer verhuisd zijn. Ja, maar zie je dan vooral de veerkracht van de mensen? Je ziet de veerkracht van mensen, maar je ziet ook dat mensen, wat ik liet zien over die zoutpannen, en dat mensen schakelen van rijstbouw naar zoutwinning. Ja, dat zijn wel inspirerend. Het is natuurlijk een hele kleine schaal, maar het is wel. Ik vond het wel inspirerend. Wij zijn natuurlijk een beetje verloren, ons vermogen tot aanpassen verloren. En dat heb jij in ieder geval heel erg gezien dan, in jouw reis. Nog een vraag van Marieke Hoorn. Marieke vraagt, Kadir beschrijft zijn wake-up call in Panama. Hoe kunnen wij in Nederland echt zien wat hij allemaal door zijn lens heeft gezien? Ja, koop zijn boek, zou ik natuurlijk zeggen. Maar hoe kunnen mensen... Ben jij meer ook een activist, Kadir? Heb jij het gevoel dat je een boodschap te brengen hebt aan de wereld? Ik ben een... dat heb ik al eerder gezegd. Ik ben een actieve journalist. Natuurlijk heb ik een mening en natuurlijk ben ik hier heel erg mee begaan, want ik ben hier al heel lang mee bezig. Er is een boek inderdaad, het was heel lang de tentoonstelling Het Scheepvaartmuseum, maar die is helaas een week voordat het museum eigenlijk weer open ging, is die gesloten. Dat was een televisieserie, die kan je nog terugkijken. Na ons de zondvloed heet die ook. Ja, televisie. Maar ik denk dat Marieke ook nog wel bedoelt van de impact, hè, die jij dan hebt gezien. Zou je die ook breder willen overbrengen? Nou, ik denk dat ik dat deels wel doe. Kijk, ik publiceer normaal gesproken in de media, maar zo'n tentoonstelling. En het mooie wel was van het Scheepvaartmuseum is dat daar alle scholen komen daar. En dat vond ik echt zo. Ik heb heel veel rondleidingen gegeven aan kinderen toen die tentoonstelling nog open was. En ongelooflijk hoeveel die kinderen eigenlijk weten. Hè? Het zijn vaak de kinderen die nu tegen hun ouders zeggen, je moet daar eens gaan kijken en waarom moeten we weer vliegen en waarom eten we weer vlees. Dat het wel daardoor veel meer is geworden. En ze hebben allemaal klimaatweken, kwamen werkstukken maken. Dus het was in die zin, het gaf mij wel heel veel energie dat dit goed is om te doen. Ja, nou, tenslotte, en dan gaan we naar Miami. Aletti vraagt, welk land heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, misschien was dat toch wel Kiribati in de Pacific. Omdat je gewoon voelt hoe klem mensen daar zitten en hoe gefrustreerd mensen ook zijn in de zin dat zij, als er nou één land in de wereld is waar er geen uitstoot is, dan is het wel daar. En mensen voelen gewoon dat zij de allerhoogste prijs betalen en dat ze gewoon in de steek worden gelaten. En dat komt op elke klimaattop, komt dat weer terug. En wij, Europa, Amerika, de rijke wereld, lijken daar maar niet een fatsoenlijk antwoord op te hebben. Nee.
Goed, nou ja, dan laten we dan even naar die rijke wereld gaan. Want volgens mij inderdaad wilde jij verder met Miami. Miami. Ja, nou ja, unieke stad in vele opzichten. En vooral uniek, zoals waarschijnlijk sommigen weten, is dat die eigenlijk nooit gebouwd had moeten worden daar. Want Miami staat op kalksteen. En dat is, daar kan je fijn op bouwen, maar het is wel poreus. Dus volgens mij zijn alle Nederlandse experts al langs geweest om te kijken of daar een plan te bedenken was om Miami te beschermen. En eigenlijk heeft iedereen geconcludeerd dat niet mogelijk is, want het loopt er gewoon vrolijk onderdoor. Ja, en dat maakte, ik vond het wel mind-boggling, weet je wel. Dus de stad is real estate, er wordt altijd continu gebouwd, het ene condoom, de penthouses. Maar Miami Beach lijkt gewoon gedoemd. Het lijkt, dat wordt ook het jaartal 2050-60 wordt genoemd, dat Miami Beach in ieder geval gewoon moet evacueren. En de rest van de stad zal volgen. Er worden honderden pompen inmiddels geïnstalleerd om het zeewater buiten te houden. Want dit is een fenomeen wat specifiek Miami is. Dit noemen ze sunny day flooding. En dat betekent dus dat de straten overstromen, maar het regent niet en de zon schijnt. Dus dat is, dit is gewoon hoogwater, springtij, eens per maand vooral. En dan komt het zeewater door de riolen omhoog. En ja, ze proberen het nogmaals met pompen eruit te houden. Maar het is wel, het is een beetje pompen met de kraan, dweilen met de kraan open. Toen ik er was, toen kwam er met een hoge snelheid een hurricane af op Noord-Florida. Niet zoveel nieuws natuurlijk, hurricanes, behalve dan dat ze veelvuldiger voorkomen en dat ze sterker worden. Maar ik wilde er toch heen, omdat de Amerikaanse oostkust is gewoon eigenlijk helemaal onbeschermd. En wat gebeurt er als er een vloedgolf het land binnenkomt en er is helemaal niks? Dan walste het land over en alles verdween. Nou ja, New York is natuurlijk een ander verhaal. Hè. New York had ze wake-up call in 2012. Superstorm Sandy. Was nogal een shock voor mensen, hè, want er was een blackout. Heel Zuid-Manhattan was. En het water stond in de straten. En het was nog niet eens een hurricane. Dus dat was wel de wake-up call voor New York, dat er echt iets moest gebeuren. Er is inmiddels een masterplan om het te beschermen. Alleen er is nog weinig tot niks gebeurd. En het plan is alleen maar om Zuid-Manhattan te beschermen. Maar is er niet om New Jersey en Brooklyn en de Bronx en Queens en Rockaway te beschermen. Dus de vraag is een beetje hoe een toekomstig New York eruit zal zien. Nou, Jakarta stond eigenlijk niet op het lijstje. Het stond niet op het lijstje omdat Jakarta het grootste probleem is dat de stad zinkt. Er wordt veel te veel grondwater onttrokken. Dus Noord-Jakarta, waar miljoenen mensen wonen, zakt inmiddels zo 25, 30 centimeter per jaar. Dus daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wilde het over de stijgende zeespiegel hebben. Maar ik realiseerde me wel dat deze twee factoren bij elkaar deze stad wel wel bijzonder in gevaar brengen. Ook hier gewoon hoog water. Mensen leven eigenlijk gewoon inmiddels met het water. Er was een plan. Er was een deels Nederlands plan om Jakarta inderdaad te gaan beschermen. De baai zou afgesloten worden. En Jakarta zou hopelijk de komende decennia overleven. Veel protest, financiële problemen en inmiddels heeft de regering hebben ze besloten om de hoofdstad te verplaatsen. Nou ja, om de regeringszetel te verplaatsen. En het lijkt erop dat er 15, 20 miljoen mensen in Jakarta vooralsnog daar gewoon blijven. Er worden wel seawalls, of hoe zullen we dit noemen, gebouwd. Gaat niet altijd helemaal goed, want aan de linkerkant is de zee en aan de rechterkant ook inmiddels. Maar goed, het is wel een stad die, er wonen wel bijna 20 miljoen mensen. En dat maakt het wel
heel erg zorgelijk wat daar moet gebeuren. Ja, ik wilde helemaal niet in Nederland werken, want ik zocht naar de urgentie. Dus Nederland, nou ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we de best beschermde delta in de wereld zijn. Wij hebben natuurlijk lang geleden al onze wake-up call gehad in 1953. Maar ik heb wel een beetje. Ik ben 10 jaar na de watersnoodramp geboren in 1963. En ik herinner me wel dat ik opgroeide met een angst voor. Hè, er was gewoon een angst in Nederland wel voor de zee en wat dat had aangericht. Bijna 1900 doden is best moeilijk voor te stellen nu. Ik geloof dat ik wel 3 keer op schoolreisje naar werkeiland Neeltje Jans ben geweest. Ik moest op de lagere school moest je een dijk doormidden kunnen snijden alsof het een cake was. En dan moest je kunnen tekenen uit wat voor lagen die op is gebouwd. En dat is wel een beetje wat lijkt alsof dat verdwenen is. Dat wij voelen ons natuurlijk veilig achter onze dijken en duinen. En lijkt het toch gewoon een probleem te zijn. En ik neem aan een probleem voor jullie, velen van jullie, ook om het uit te leggen. Want zoals ik daarnet al zei, waarom moet er een dijk verzwaard worden terwijl dit niet eens getijdenwater is? Ik heb vrienden in Duggedam, in Schellingwoude. Ik moet heel vaak mensen uitleggen waarom dat nou eigenlijk moet gebeuren. En waarom het noodzakelijk is. En waarom het nu moet gebeuren en waarom we niet kunnen wachten. Ik denk dat iedereen die hierbij betrokken is, dus alle dijkgraven, alle dijkwerkers, de deltacommissaris, dat iedereen van de urgentie is doordrongen. Maar dat het toch bij de politiek toch heel moeilijk lijkt binnen te komen, hoe urgent het is. En we weten allemaal hoe lang we over de deltawerken hebben gedaan. 1953 gebeurde de ramp. Nou, volgens mij was het 40 jaar en was het sluitstuk de Maaslandkering. Tuurlijk gebeurt er wat. Jullie weten waarschijnlijk wel waar dit is, de afsluitdijk. Dat is volgens mij het eerste echt grote project. Daar zal nog veel volgen. Maar ook de reden waarom Nederland er toch bij kwam. En ik toch dacht van er is hier toch wel een urgentie. Dat de Delta-commissaris voor Peter Glas, Albert Kuiken geloof ik. Of, dat die heeft gezegd van laten we eens naar het slechtste scenario kijken. Die heeft Deltares gevraagd, kijk eens naar het slechtste scenario. Want wat ik wel heel vaak tegenkom is als we het over die klimaatcrisis hebben, dat op een of andere manier. Kijk, in alles wat we doen, of het nou over de luchtvaart gaat of het gaat over de veiligheid op de weg. En corona is het meest recente voorbeeld. We kijken altijd naar het slechtste scenario. En daar maken we onze wetten op en daar nemen we maatregelen op. Als het over het klimaat gaat, dan denken we toch vaak, zal wel meevallen. Het valt niet mee tot nu toe. Ik bedoel, elk wetenschappelijk rapport, elk rapport van IPCC is eigenlijk zwarter dan het vorige. Nogmaals, ik bedoel, we staan er natuurlijk met z'n allen voor en we zullen allemaal water bij de wijn moeten doen. En er is natuurlijk een slechtste scenario. Er is natuurlijk een scenario dat uiteindelijk een deel van het land misschien opgegeven zal moeten worden. Omdat er gewoon de kosten niet meer tegenover de baten in verhouding staan. Het blijft gewoon uitleggen. Het blijft uitleggen. Ik kreeg heel veel commentaar op deze foto. Is op de Schelling gemaakt, is de Wierschuur bekend. Hè, dat met hoog water en een storm overstroomt dat. Dus mensen zeiden tegen mij, dat gebeurt toch altijd al. En dat gebeurt ook inderdaad al heel lang. Alleen het gebeurt steeds vaker. En op het moment dat de Wierschuur, maar ook Westerschelling ligt buiten dijks. Op het moment dat het nu al gebeurt en de zeespiegel gaat straks 1, 2 of 3 meter stijgen. Dan hoef je niet zo slim te zijn om te bedenken wat er gebeurt. Nou, dit was. Hier begonnen volgens mij. Volgens mij was dit het eerste begin van de dijkverzwaring. Dit is bij het Kinselmeer. En inmiddels is dat wel echt. Ik wist niet dat het hier al zover was bij Horen. En dat het daar eigenlijk relatief heel snel gaat. Maar goed, in die zin.
Nee, ik ben geen activist. Maar ik denk wel dat mijn beelden... Ik denk dat het uiteindelijk visuele bewijslast is. Ik denk dat heel veel beelden dat je die over 50 of 100 jaar niet meer kan gebruiken. Ik vond dit wel interessant. Dat wilde ik toch even laten zien. Want Peter Glas die gaf de Delta-commissaris een interview een paar weken geleden in het Financiële Dagblad. En dat vond ik toch wel opvallend dat hij dit opmerkte. Dat als wij niet goed nadenken wat we nu doen en handelen, dat Nederland wel eens die kredietstatus zou kunnen verliezen. Misschien kennen jullie deze van Kim Cohen. Die heeft het scenario getekend als we niks doen. En dan zijn we in het jaar 2300 ongeveer. De Veluwe, hè, zeg ik. Ik denk dat wat hier gebeurt en wat jullie allemaal doen, dat daar dat iedereen, als iedereen beseft hoe belangrijk dit is en hoe noodzakelijk dit is, dat we een heel eind komen in dit kleine landje. Kadir, dankjewel. Ja, nou geen activist, maar misschien wel een fantastische ambassadeur voor de dijkwerkers. Dus dankjewel dat jij deze week voor de dijkwerkers hebt afgesloten met jouw inspirerende verhaal. En jullie allemaal thuis, dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat jullie ook mee hebben gedaan aan deze week voor de dijkwerkers. Erik zei het al, het najaar komen we weer bij jullie terug met de dijkwerkers on tour. En binnenkort kun je daar ook voor inschrijven. Dus hou even de website daarvoor in de gaten. Heel veel succes met het versterken van onze dijken en het behouden van ons prachtige landschap. En heel graag weer tot volgend jaar. Tot ziens.